Peter, jij bent van de partij terwijl de jeugd aan het spelen is. Wat doe jij hier precies? Ik ben verantwoordelijk voor technisch verantwoordelijke jeugdopleiding. Wat houdt dat in? Dat is gewoon opleidingsmethodologie, begeleiding van de trainers, de manier van spelen, de manier van trainen. Daar sta ik allemaal voor in. En tegelijkertijd, omdat ik hier al jaren ben, ben ik ook zo'n beetje het aanspreekpersoon van iedereen. Omdat iedereen mij een beetje kent. Omdat ik al zoveel jaren aan het werk ben in A-Gent. Over hoeveel jaar spreken we dan? Ik denk dat het nu mijn 17e jaar is dat ik hier bij A-Gent werkzaam ben. Ik ben 10 jaar trainer geweest van wat vroeger onze UEFA-juniors waren, wat nu onze U19 zijn. En het is mijn 7e jaar als jeugdcoördinator of technisch verantwoordelijke jeugdopleiding. Hoe ben je bij Gent terechtgekomen? Dat is al een tijdje geleden, zoals ik al zei. Hoe ben ik bij Gent terechtgekomen? Gewoon door te solliciteren. Op die moment was er hier een hele wijziging van de politiek. Bijna de hele jeugdopleiding is dan opzij gezet door meneer Louwagie. En er zijn allemaal nieuwe mensen binnengehaald toen. En dat was toen een intakegesprek met... Daar was aanwezig Patrick van Steenbrugge, die toen jeugdcoördinator was. En Walter Meels was dan hoofdtrainer. Die was ook aanwezig op het gesprek. Dus dat is al een tijdje geleden, denk ik. En zelf nog gevoetbald? Ik heb zelf ook nog gevoetbald. Ik heb vooral in provinciale gespeeld. In vierde, derde en tweede provinciale. Ben je dan ook een beetje getrouwd met het voetbal? Dat kan je wel zeggen. Ik heb een gelukkige vrouw. Ik heb een vrouw die me gelukkig begrijpt. En waarschijnlijk ook een gelukkige vrouw, hoop ik in ieder geval. Maar ik breng je dus heel veel uren door. En het eist wel heel wat van het gezin. Is de toekomst van de jeugd verzekerd? Ik denk dat de toekomst momenteel rooskleurig uitziet. Ik voel dat we weer in een elan zitten. Ik voel dat er weer in onze jeugd geloofd wordt. Er wordt ook meer nadruk gelegd op de jeugd. Er wordt geïnvesteerd in de jeugd. We zitten zo een beetje, we hebben de periode Boskamp gekend, waar dat er dus, we voelden dat er iets aan het loskomen was voor de jeugd in A-Gent. Dat is dan een beetje verwaterd. En nu voel ik weer diezelfde elan. Ik voel weer diezelfde stuwing van onderaan. Dat er dus echt wel geloofd wordt in de jeugd. Er wordt geïnvesteerd in de jeugd. Er worden nieuwe cellen gecreëerd. Enfin, ik heb een heel goed gevoel voor de toekomst van onze jeugd. Welke bekende spelers zijn hier doorgebroken? Als ik naar jaren terug ga, dan wie komt mij onmiddellijk in het... Dat is Frederik de Pre, Pieter Kolen. Nu spreek ik wel van jaren terug. Die zijn nu een beetje op een terugweg. Nu, we mogen niet vergeten, Kevin De Bruyne komt uit onze jeugdopleiding. Vadis komt uit onze jeugdopleiding. Die zijn gewoon weggeplukt door KRC Genk en door Club Brugge. Nee, Vadis naar Anderlecht aanvankelijk. Maar dat zouden toch spelers geweest zijn die het hier ook zouden gemaakt hebben. En voor de rest een aantal spelers die net niet gehaald hebben, die in tweede klasse dan zitten. Een leuke anekdote is bijvoorbeeld Erdin Kurtulus, die een paar weken geleden nog telefoneerde naar mij voor zijn neefje te laten testen bij ons, bij A-Gent. En die zegt nog altijd trainer tegen mij, terwijl ik die jongen 10 jaar, 11 jaar geleden had. Dat is toch een vorm van erkenning, dat ze nog altijd dat respect tonen aan mij. Toch wel, ja. Mag ik jou nog heel veel succes toewensen? Dat is heel vriendelijk. Graag gedaan. We'll be right back.